mooi. Het is herfst. En als we herfst zeggen, dan zeggen we ook paddenstoelen natuurlijk. Hè? Maar waar komen die paddenstoelen nou eigenlijk vandaan? Ja, het is nog eens een verhaaltje. Je kunt het eigenlijk zoals zien. Een paddenstoel, een appelboom. Er groeit een appel aan. En een paddenstoel is ook een vrucht. Net als die appel van die appelboom is een paddenstoel een vrucht. Een vrucht van een schimmel. En die schimmel waar het vanaf komt, daar zal ik wel eens laten zien. Ja, het is onvoorstelbaar, maar het is toch een geweldig gegeven dat er zo uit zijn draadje zoiets kan komen. Kijk, hier hebben we bijvoorbeeld een boom. Ik zie zo geen schimmels. Maar dat zal vlug genoeg veranderen, denk ik. Als ik hier bijvoorbeeld die boomstam eens opzij doe. Ah, kijk eens, geweldig. Kijk eens hier, die draadjes. Zie je die draadjes? En daar die draadjes. Al die dunne draadjes. Dit zijn schimmels. En die schimmels, die kruipen overal naartoe. Die kunnen honderden meters ver wegkruipen. En op het goede moment zetten die ook een soort korreltjes af. Ik zie hier zo nou niks zitten. Die schimmels met die korreltjes. En die korreltjes, die bolletjes, die gaan weer uit hun eigen leven leien eigenlijk, zeg maar. En dan worden ook weer schimmels. Maar daar ontstaan ook paddenstoelen uit. Die korreltjes komen op een gegeven moment boven de grond. En dan ploppen ze open. Kijk, en dan krijgen we op een gegeven moment zoiets. En kijk eens hier, deze. Het is een schimmel op een tak. Ze hebben heel weinig nodig. Allemaal door de verrotting gaat dat allemaal gebeuren. Kijk, en dit is ook een heel mooi voorbeeld van schimmels. Elfenbankjes. Zie je? En daar hebben we een ander soort schimmel gewoon erop zitten. Hoe ver een boom wegrot, steeds verder wegrot, hoe meer soorten schimmels die we krijgen. En natuurlijk ook weer andere soorten paddenstoelen. En die kunnen straks gewoon bij elkaar staan, hoor. Ja, ik had grotere verwacht, maar ik ben natuurlijk weer te laat. Ik had eerder moeten gaan. Maar ik vind nog wel wat om het een en ander te laten zien. Kijk bijvoorbeeld dit paddenstoeletje. En als je dan aan de onderkant kijkt, dan zie je die draadjes al weer zitten. De schimmels. En die groeien we steeds verder. Want als dadelijk het paddenstoeletje hier aan de onderkant... Even kijken, dan zitten plaatjes in. Kijk, dit is een beter beeld. Dan zie je die plaatjes, die groefjes die daar zitten. En daar zitten weer de nieuwe zaadjes in, sporen. Die weer zorgen voor meer schimmels. Dus die sporen die vallen er dadelijk op een gegeven moment een keer uit. Uit die plaatjes of buisjes. Bijvoorbeeld eekhoornsbroodje heeft buisjes. En dan speelt de winter mee en dan komen die zaadjes weer ergens anders terecht. En ook die plek komen dan ook weer zulke paddenstoelen. Of andere natuurlijk. En dat kan zowel zomers als winters gebeuren. Of in de herfst bedoel ik. Want dan, als de omstandigheden goed zijn, komen er gewoon paddenstoelen. En dat kan ook in de zomer. Mooi toch? De natuur. En dat die sporen overal in het bos gewoon lopen. Kijk, dat kan ik laten zien. En die gaan echt gaan verspreiden. Kijk eens, ja hier trek ik wat mos opzij. Allemaal als schimmeldraden. Allemaal. En zo groeien die onder heel de bodem door. En verzorgen het bos. En schimmeldraden hebben nog een functie meer. Maar daar wil ik nog wel een keer op een andere keer op terugkomen. Want wat blijkt nou? Schimmeldraden en wortels van bomen, die kunnen met elkaar communiceren. Mekaar waarschuwen. Ja, daar sta je van te kijken. Hè? Maar daar kom ik een andere keer op terug. Nou, ik had nog gehoopt op een grotere paddenstoel. Om nog iets te kunnen laten zien. Maar het lijkt er niet op.
Maar in ieder geval, het ging erover uit over de schimmeldraden. En dat die schimmeldraden, dat je kon zien als een soort een appelboom, zeg maar. Maar in ieder geval, al die draadjes samen, dat die de vrucht ervan een paddenstoel is. Nu gebeurt dat ook wel eens ooit, en mensen die hebben, heb je misschien wel eens ooit gehoord, een heksenkring. En dan zei ik ook die schimmel, maar is die schimmel vanuit het midden gelijk overal alle kanten evenveel uitgegroeid. Kijk, en aan die buitenkanten op een gegeven moment, dan ja, daar is het voedzaamste. En dan komen daar die paddenstoelen uit en dan heb je een mooie kring. En dan noemen ze een heksenkring. Heeft niks met heksen te maken hoor. Of andere tovernarijen. Maar ik loop nog even door. En als ik er nog eentje zie, dan film ik hem. En kijk nou hier. Toch nog iets gevonden. Prachtig. Deze paddenstoel die kennen we natuurlijk allemaal, hè. Van die kabouter Spillebeen. En volgens mij heeft hij hier ook opgezeten. Want hij is een stukje afgebroken. Maar fijn. Heel belangrijk is. Zie je daar dat witte draadje al? Hier. Dat is al een spoor. En dat is een spoor natuurlijk hier van deze paddenstoel. De vliegenzwam. We zullen er eens wat meer omheen doen. Kijk. En als je dan goed kan kijken. Vinden we daar. Kijk. Nog meer sporen. Kijk, en al die sporen door het bos, dat worden paddenstoelen. Laten we hier maar zuinig op zijn. Want kijk, daar onderaan de paddenstoel, daar zie ik ook alweer een draadje. Dus laten we maar zuinig zijn op die sporen. Dus ik zal het allemaal weer een beetje toedekken. Want het is toch wel heel belangrijk dat we die paddenstoelen blijven houden. Ook natuurlijk voor de kwaliteit van de bodem. Nou, toch nog eentje gevonden. Zo, dit was een uitleg over schimmels. Paddenstoelen kan ik helaas niet veel meer laten zien. Het meeste is weg. Maar daar komt nog wel een keer. Maar voorlopig weet je in ieder geval waar de paddenstoel vandaan komt. En dat is al heel belangrijk natuurlijk. Nou, ik hoop dat je wat aan hebt wat ik verteld heb. Tot de volgende keer. Doei!